Een geheel nieuw begin. Dat is anders. Ik er niks vanaf. Nee, dat weet ik. Ik heb nog niks tegen gezegd. Het was een eens een epiphany die ik vanochtend had. Ik dacht van, we gaan de komende tijd in de podcast kijken wat er werkt, wat er niet werkt, wat we wel leuk vinden, wat we niet leuk vinden. Ik heb een klein beetje de kijkers daarin meegenomen. Heel veel mensen zeiden: maak een bak met onderwerpen en ga eruit. Nou, dat gaan we sowieso doen. We hebben allebei. Huh? Ik heb helemaal geen post voorbij zien komen. Nee, maar wel onder de video. En jij kijkt nooit onder de video. Oh, oh ja. Jij weet die reacties niet gehad. Oh, ja. Maar we hebben natuurlijk gevraagd. En we hebben dus nu allebei vier dingen opgeschreven. Ik heb ook op Instagram gevraagd om woorden. Daar heb ik er ook twee van uitgekozen. Dus ik heb twee van mezelf, twee van anderen. Gylende heeft dingen opgeschreven, maar volgens mij was het bij haar nogal. Um... Ja, ik had geen idee. Jij zegt onderwerp voor de podcast. Ja, precies. Dus ik ga heel uitgebreid. Uh, dat hoeft niet. Het kan van alles zijn, want dat was het hele ding. Ik kwam eruit. Mensen willen graag ons gewoon horen lullen. Mm -hmm. Ik dacht ook van. Wat is onze kracht dat we gewoon lullen over een onderwerp? Dat ja. is in principe gewoon onze kracht. We houden van praten. Dus dat is sowieso een onderdeel wat gaat erin komen. Okay. Wat me ook nog leuk leek, is om. Um we willen een boekje maken, toch? Mm -hmm. Over? Ongeschreven regels. Ja. Het leek me leuk om kijkers te vragen. Uh, het mag in de, in de reacties van de vorige video zijn. Maar het mag ook een mailtje zijn of een DM. Hun ongeschreven regel van de week in te sturen. Het lijkt me leuk om, om, om uiteindelijk tot een boekje te komen. Ja. Met de ongeschreven regels. Dat ja, we het ja. daarover gaan hebben. En dat misschien mensen daarover gaan communiceren. Dus dat wordt een, misschien een klein rubriekje. gaan we vandaag nog niet mee beginnen. Maar mm -hmm. dat kan de komende podcast ook gaan ontstaan. Ja. Daarnaast kleine plug voor de mensen die het nog niet weten ons kleurboek is weer op de shop te krijgen. er zijn heel veel mensen die hem nog wilden. ga vooral kijken linkje in de beschrijving. ja en hij kan tegenwoordig ook ingepakt worden. oh ja. ja we hebben een nieuwe optie niet bij alle items maar bij heel veel items kun je het in laten pakken. leuk voor een cadeautje. precies dit is het eerste concept wat we gaan proberen is dus onderwerpen bespreken die hier in de bak zitten. als je dit luistert trouwens we hebben we dus een bak gemaakt met allemaal onderwerpen en Gielen heeft er vier bedacht en ik heb er vier bedacht. En we gaan gewoon kijken hoe ver we komen in deze aflevering. Het kan van alles zijn. Ik heb ook echt van alles opgeschreven. Oh, we doen meerdere dus onderwerpen in één. Ik weet je niet, het niet. Ligt eraan hoeveel we erover kunnen praten. Maar okay. in ieder geval is dit wel het idee. En mocht jij denken: van, nou, ik heb nog wel een leuk onderwerp. Op Spotify kan je reageren. Kan je zelfs een, 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 een QA. Question invu uh, invullen uh -huh. en dan krijg ik ze ook te zien, dus dan kan je dat zo daar doen. Maar onder je youtube videos is het natuurlijk nog veel makkelijker. Mocht je iets willen weten, mocht je iets willen waar we het over kunnen hebben, iets wat we misschien een klein beetje kunnen voorbereiden of zo, laat het vooral weten. Anything can happen in de podcast. Yes. We gaan maar dingen gewoon proberen en we gaan kijken wat er uh, landt. Anything we hebben in ieder geval wel snack van de week happen. deze week trouwens. En daar was ik wel blij mee hoor. Black Friday. Black Friday. Oh. Dat is er eentje van mij. Oh, leuk. Of heb jij die ook bedacht? Nee. nee. Wat is het eerste wat je denkt bij Black Friday? Ik vind korting altijd wel leuk. Ja, dat is echt een Nederlander in ons denken. Ja, ja, maar ik heb wel gemerkt. Ik vroeger vaak dingen kocht omdat ze in de korting waren. Oké, okay. dus, dus dan hoe had je ze niet per se nodig? bedoel je? Ik denk dat het heel erg stimuleert om impuls aankopen te doen. Ja, ik heb dus een haat verhouding mee. Omdat ik aan de ene kant, inderdaad, wat ik zeg, ik hou ook van korting. Ik vind het wel leuk. Dat je denkt van oké, okay, ja, die lampen die ik nog wilde kopen voor het kantoor bijvoorbeeld mm -hmm. of zo. Die zijn nu wel een mooi prijsje. Aan de andere kant weet ik dus, ik, ik ben de laatste jaren een beetje in dubio daarover. Want aan de ene kant wil ik, vind ik dat we te veel consumeren als mens zijn. Hè? Aan de andere kant weet ik ook niet of ik dat ook echt vind of dat dat iets is wat me opgedrongen wordt om te vinden. <laughs> ja, dat vind ik heel lastig. Dat ik is heel dus, lastig. Ik, deze vind, ik, vind, ik vind het heel lastig. Ja, het is echt lastig <laughs> ja. om te weten van jezelf. Wat is vind mijn vind... eigen mening en wat ja, is nog opgedrongen? Wat is, wat is, wat is um, uh, goed om te zeggen? Uh, politiek correct om te zeggen en wat vind ik echt? <laughs> weet je, wel? dat is heel moeilijk om daar nog. Ja, maar ook een is er wat voor wordt gegooid online. Ook, ook, ook dat ook inderdaad. Eens, ja, ja. In ja. maar de irritatie van mij van mensen die heel veel kopen omdat het maar gewoon in de is, zegt wel iets wat ik al heel mijn leven eigenlijk al heb. Dat ik denk van je hoeft niet per se, ook al heb ik daar aan, mee aan bijgedragen, mm -hmm. en draag ik daar nog wel eens aan bij, je hoeft niet per se alles te hebben. Nee. En, en ik denk dat er heel veel rotzooi gemaakt wordt om maar te kunnen verkopen. Ja, uh, je hoeft niet per se alles te kopen eigenlijk. Kun je beter zeggen, je hebt maar heel weinig nodig juist. Eigenlijk als je echt wegstript, weinig nodig, maar we houden er wel van om dingen te kopen. En ik merk aan mezelf, ja, kijk, als er een Black Friday deal is, dat ik wel denk van, oh, ja, voor dingen die je al eigenlijk graag wilde en ja. nodig had, vind ik deals vind ik eigenlijk heel erg fijn. Um, ik laat me eigenlijk zelf nog meer echt verleiden door, mm. aankopen door aankopen. Door impulsen aankopen, want ik denk, oh, lekker goedkoop. Mm. Dat deed we vroeger wel vaak, hoor. Mm. Um, vooral in, met kleding was bijvoorbeeld de grote zeel was weer uh, in ons land yeah. aangekomen op de boot de grote <laughs> zie je hem op de boot staan? Ja, Heel een hele grote uh, van die opblaasballonnen ja. stond er 50 procent dat kwam dan <laughs> ja. zo aan de kant geschoven zie geen komt de zeel meer <laughs> <Korting>. <laughs> komt het ook uit Spanje in Holland weer aan. aan het kwam uit Amerika en we noemden oh nee wacht dat ik... <laughs> maakt deze zin niet af nee Nee. Oh, nou ja, goed. Um, dan ging ik wel vaak dingen kopen. Ik dacht van oh ja, dat is ook goedkoop, is maar 3 euro. Dat en dat. Ja, maar kijk, vind je niet dat. Kijk, we hebben nu zelf een webshop. Dus we zien hoe dingen, wat een prijs iets is en zo. Ik kan eigenlijk met de prijzen die ik vraag. Mm -hmm. Voor de producten die we maken, voor de kosten die het heeft. Geen sale echt doen. Omdat ik eigenlijk al het minimale vraag. Nee, maar ik vind sale ook gewoon voor de duurzaamheid. Het is niet duurzaam. Mensen nee, okay. gaan er. Maar duurzaam vind ik dus ook. Het, aan de ene kant onze kleding is duurzaam, maar ik vind het ook dat het te veel gebruikt wordt. Ik vind gewoon, ja, dat ook trouwens. Dat, dat zo ben ik met je eens, hoor. Maar ik bedoel meer. Uh, ik weet ook niet of ik het op die manier goed gebruik eigenlijk. Wat ik vooral bedoel uh, is, je moet. Ik vind dat je voor product moet betalen wat het dan op dat moment waard is. Ja. Yeah. Als in, als we kijken naar bijvoorbeeld de items die jij maakt voor de shop, de kleding-items. Yeah. Um, dan is het een bepaald inkoopprijs uh, en dan om, ja, om uit de kosten te komen moet je zoveel erop gooien en jij doet eigenlijk vaak je moet ook het minimale vaak erop gooien. Nou bij de ene iets meer, de andere kijk het ene product is gewoon wat duurder dan mm -hmm. het andere en het andere product komt wat duurder uit. Bijvoorbeeld de trui die jij aan hebt, ja. die had ik iets goedkoper ingeschaald. omdat ik omdat ik dat dacht bij de drukkerij dat die ook wat goedkoper was, maar omdat de print wat groter is geworden wordt die weer wat duurder waardoor ik dus iets minder winst kan maken erop. Ja. Wat natuurlijk niet erg is, want je hoeft niet per se overal super hoge winst op te maken, want daar ben ik ook helemaal niet voorstander van. Ik vind dat we mooie producten aan moeten prijzen voor een eerlijk bedrag. Ja, dat dat zijn het eerlijke prijzen, prijzen, dat bedoel ik. Maar het probleem natuurlijk is van zo'n hele Black Friday, is dat dus alles heel erg naar beneden gaat, dan, dan vraag ik me altijd af, zijn dus de prijzen die ze er al normaal op vragen niet eerlijk? Of vragen ze zo, gaat er zoveel van af dat ze eigenlijk geen winst meer maken en dat we dus eigenlijk als consument een beetje niet meer beseffen wat iets echt kost? Nou, um, dat is wat jij zegt. Dat is een hele logische gedachte. Van, oh, maar als ze het voor 60 euro kunnen aanbieden. Terwijl het normaal gesproken 110 is. Ja. Hoe kan dat dan? Dan ja. is het dus blijkbaar altijd voor die prijs. Ja, gekund. Precies, maar ja. dat is echt niet per se. Want soms doen bedrijven wel eens aanbiedingen. Om mensen binnen te halen. Om kennis ja. te laten maken met producten. Dan verdienen ze er even heel weinig. Of ja, haast is, niks op. Nee, of de producten in de aanbieding gooien. En zo ook bij een supermarkt en bij een mediamarkt. En zo is alleen maar mensen de winkel te ja. krijgen. Ja, precies. Dat is ook wat wij doen natuurlijk met die webshop is dat we een blokje voor een, een leuke korting aanbieden omdat dat dan een bundeldeal is. Mm -hmm. Om ook met dat zijn gewoon trucs, dat zijn ja, ja ja. Dus dat is dat, maar ik denk toch dat veel mensen daar een mistje mee gaan als ze denken van ja, maar als het nu voor 60 kan, dan moet het altijd voor 60 kunnen. Ja. Terwijl, Omdat, dat is niet waar. Dat is dus niet altijd waar. Maar soms en wel. Dus. Ik denk ook dat uh, de, die extreem hoge kortingen die er soms gegeven worden, dat dat voor de kleinere shops totaal niet haalbaar is om, om, om daaraan mee te kunnen doen. Nee, daarom zie je ook veel online uh, kleinere shops zeggen van ik kan, uh, we doen daar niet aan mee, want dat nee. lukt me gewoon niet. En, maar dat is wel jammer, want aan de andere kant zou je zeggen van die grote bedrijven, en ik begrijp het ook wel weer, mensen houden gewoon wel van iets wat ze vaker zien en zo. Mm -hmm. Maar het is ook wel eens leuk om een kleinere bedrijven te sporten. Ik moet zeggen, heel eerlijk te zijn, dat ik daar zelf ook niet zo snel aan denk. Of de aandacht voordat we zelf dit hadden. Nou, zeker. En uh, wat ik dus ook vaak zie bij uh, de wat meer sustainable winkels. Mm. Of uh, online shop, vooral online shopjes. Ja, ja. Daar gaat dus blijkbaar bijna nooit sale ook in. Ja. Omdat ze willen liever dat kleding lening gewoon voor een eerlijke prijs gekocht wordt. Ja. Dan dat ze uh, stuntprijs gaan gooien. Gewoon wat ze van de collectie af moeten. Nou, dat is hetzelfde. Dus dat, dat, die filosofie heb ik zelf ook. Bij ons zou je niet. Nou, ik ga sowieso nooit. En dat ga ik echt zeggen. Echt een sale op items doen. Dus als jij een trui ziet bij ons en denkt of een shirt, die vind ik leuk, maar ik wacht tot de korting, die gaat niet komen. Behalve als we een keer een 10% korting, omdat we iets te vieren hebben. Mm -hmm. Maar ik ben van mening dat de, dat de prijs die we vragen voor onze producten gewoon de, de minimale prijs is wat je sowieso voor zou moeten betalen. Ja, dus, en, en, en het is natuurlijk en het ook het, slim inkopen. Ja. Dat je kleine aantallen inkoopt, dat is natuurlijk duurder, vaak voor ja. bedrijven. Het liefst wil je natuurlijk gelijk een paar duizend laten maken, hmm. zodat het een stuk goedkoper is. Maar dan blijf je vaak ook gewoon met heel veel zitten. Ja, maar. En dan ook, moet het dus in de korting of het wordt weggegooid. Maar of... ook gevoelsmatig, want ik geef dus dan nog liever zelf kleding weg. Mm -hmm. Omdat ik daaraan bijdraag dat ja. het inderdaad voor een la, voor de, eigenlijk de kostprijs weggaat, mm -hmm. want dat is wel wat veel bedrijven doen om van een, inderdaad een product af te komen. Bijvoorbeeld, hele uh, uh, hoe heet weer, van die uh, outletwinkels? Vaak verkopen ze ze tegen misschien net iets tegen de uh, de inkoopprijs. Inkoop, ja. uh, doen ze ze weg, omdat het dan weg is. Weet mm -hmm. je wel, want anders blijf je met voorraad zitten. Dat is financieel niet echt handig. Uh, omdat je daar ook uh, uh, belasting volgens mij of zoiets over betaalt of dat drukt op je winst, zoiets was yeah. het volgens mij. En uh, je blijft met voorraden zitten waardoor je een warehouse waarschijnlijk moet blijven betalen en zo. Kijk, uiteindelijk is het zo, eh, natuurlijk, ik hou ook van kortingen. Maar ik zie ook meer doordat we eigen shop hebben en zo, wat het ook doet en wat het eigenlijk voor rariteit is. Dat we dus als mens zijn veel kortingen vaak willen op producten. Mm -hmm. Een bedrijf houdt daar vaak rekening mee. Ik hou er nog geen rekening mee, omdat ik dan anders die prijzen hoger zou moeten hebben. Dus voor mij heb je eigenlijk al de korting. Oh ja. ja, eigenlijk wel ja. ja. Als je het zo bekijkt, <laughs> wel ja, dat zit ik nu net ineens aan te denken. Want dat is wel de prijs. Ik calculeer nooit in dat ik nog 10% korting erop Weet je kan wat geven. ik nou zo sneaky vind? Nee. En dat heeft dan niks met Black Friday te maken. Mm -hmm. Dat zijn van die uh, websites zoals Salando uh, en bijvoorbeeld ASOS. Ja die uh, Als jij dingen in je mandje favoriet opslaat, die prijzen die fluctueren elke keer. Yeah. Is weer een tientje goedkoper, ja. tientje duurder? Gaat er weer kortingje af? Is er weer een tientje opgegooid? Hadden we hadden dat niet laatst met in Kaart. België. We gingen naar, ja, we hotel. Gingen naar een hotel. En toen ik erop zat, was die duurder als dat jij erop zat. Ja, terwijl we allebei op ons mobiel zaten. Op dezelfde tijd, zelfde IP. Dus dat was heel gaar eigenlijk. Ja, maar dat fluctueert gewoon. Dus wanneer je... De... In dat opzicht, dat vind ik dan wel weer... Dat houdt ook in stand dat we dus altijd denken van... het kan goedkoper. Maar ik snap niet... Waar... Ja, ik begrijp het ergens ja. wel, maar ik begrijp het ook weer niet... waarom dingen niet gewoon voor de prijs dat het gewoon ja, dat zou wat goed zijn. Het is goed ja. dat je het daarvoor verkoopt. Dus niet die ja. crap uit. Bijvoorbeeld, als je, <laughs> als je een dropshipper. Ja, maar die ben, je hebt met nou, meer nou, te, maar je te maken drop, dan dat. Je je hebt dropshippers ook... die, kopen, die, die doen toch mm -hmm. tegelijkertijd vanuit de fabriek versturen. Ja. En dan zie je ze op AliExpress of zo, zien ze ze allemaal voor een euro staan. Bijvoorbeeld, en ja. die kopen het voor tientje. Ja, ik vind het logisch dat iemand er wat aan verdient hier. Dat vind ik logisch, want ja, uiteindelijk moeten hier mensen ook werk mm -hmm. hebben, moeten ook geld verdienen. Maar ja, dat je het tien keer over de kop laat gaan, dat is natuurlijk belachelijk. Ja, maar je snapt wel dat er meer factoren zijn dan alleen productiekosten. Ja, wat wil je daarmee zeggen? Nou, stel je voor dat we in zo'n wereld leven waar je de productiekosten nee, maximaal ik... keer vijf mag doen of zo. Ja, nou, dat stond er prima? Ja, maar dan heb je, um, dat is niet alleen de productiekosten die, waar je mee nee, te maken... Nee, personeelkosten, maar je een berekenmodel zal nooit zeggen dat je een prijs keer tien moet doen. Nee, oké okay, ja. Dat is gewoon belachelijk. Dat is ook een beetje overdreven. Volgens natuurlijk. mij is het zo bij kleding zit er tussen de 40 en de 60% marge winst, winstmarge. Mm. Dat is normaal. Ja. Nou, dat is ook wat ik altijd aanhoud. Oké. Okay. En de ene zit misschien meer in de richting de 60% zeg bij de kleding hebben we dat eigenlijk niet echt, als ik er zo na zit te denken. Omdat we vaak voor- en achterprinten of we doen borduren. En borduren is dan weer een duurdere techniek. Mm. En als, we, kijk, als ik alleen één tekstje hiervoor heb, dan verdien ik denk ik wel het meeste, als het alleen gedrukt zou zijn, op een wit shirt met een zwarte print. Yeah. Om dat even een klein beetje uit te lichten. Um, bijvoorbeeld, ik heb hier een tasje. Dit is trouwens niet voorbereid, die heb ik gewoon aangehangen. Um, dit is een zwart... Of een, 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 dit is een... Donkere onderkant. Uh, donkere onderkant, waardoor de print twee keer eroverheen moet om hem goed te laten dekken. Dat kost dan ook extra veel geld. Daarom dek ik eerst altijd witte tasjes. Omdat je dan, als je dan met een, een donkere kleur dat bedrukt, dan kan je hem zo kosteneffectief mogelijk houden, eigenlijk. Wat we nu willen gaan doen is gewoon. Kijken naar het product, wat heeft het gekost en daar dan die uh, rekenmodel op loslaten. En da dat als prijs. Dus deze zal net iets duurder zijn, bijvoorbeeld, als het andere tasje wat we hebben. Mm -hmm. Omdat dat gewoon ook duurder kost om in te kopen, uiteindelijk. Gaan we wat kopen met Black Friday? Um, ik heb niks op het oog eigenlijk. Ja, ik ook niet, maar ik misschien dat ik toch wel iets kopen. Ja, dat is erg eigenlijk. Hè? Als ik erover nadenk, denk ik, ja, ik ben het er eigenlijk niet mee eens. Soms ben je zo tegenstrijdig <tijdig> als mens zijn. Ja, ja, maar ik wat niet? ik nou wel vind, is dat het dan vervolgens niet day is, maar week. Oh, ja. Black Friday ja, Black. is Black opeens Black Weekend. Volgens mij doen ze nu... Eerst was het al begonnen. Uh, nu begint het uh, vrijdag, komende vrijdag... volgens mij bij Amazon bijvoorbeeld. Mm -hmm. daar ook bij. En die gaan tot 2 december door. Ja, maar waarom moet het dan weer zo uitgerekt worden? Omdat, schat... Dit het idee de... was toch zo'n één dag waar iedereen helemaal gek, uh, gek wordt. Ja, maar dat hebben wij in Nederland nooit gehad. Ik weet nog dat we de eerste keer Black Friday in Rotterdam hadden. En dat ik met Saskia naar de H&M ging. En mensen gingen helemaal wild om 10%. 10, het was, was, ja, 10 of 15, het was heel weinig. Ja, we zo... En echt serieus, mensen zaten zo te graaien. Maar dat mensen worden gewoon helemaal opgezweept. En dat is misschien eigenlijk hetgene wat ik <laughs> nog steeds ergst vind. Dat je helemaal wordt opgezweept. Was het, het echt leuke... 10%? Ja, 15 volgens mij was het. Dat is echt, echt weinig. Ja, en ja. HM was een van de weinigen die eraan meedeed toen. Mm -hmm. en in Rotterdam was het helemaal oh ja, Black Friday, uh, dit dat, zo, zo. Nou, wij gingen voor de Gein leek het ons leuk om even te kijken. Het ja. werd ook nog gefilmd toen zelfs. Maar mm. het was zo debiel, dib het leek net alsof je de Primark in kwam waar een, waar een, waar een bom was ontploft. In de zin van dat het zo, weet je wat, ik vind dus daar is altijd de best toch sowieso al. Uh. Ja, maar nog erger dus. <laughs> Ja, maar alles lag door elkaar, mensen deden graaien... alsof je fucking 90% korting had gekregen. Ja, dat vind ik soms ook bij die sale bij Sarah, als ik daar vroeger ging. Ik snapte echt niet wat daar aan de hand was. Die tafels lagen helemaal vol met overhoop gehaalde kleding. En dan dacht ik, wat, wat, wat is dit nou? Waarvoor is het ja. gegraaien nodig? Kijk, ik hou ook van graaien in kringloopbakken en zo. Ja, maar ik vind het lastig. Want aan de ene kant denk ik ook van, ja, een korting is ook wel weer leuk. Ja, het is allemaal wel leuk. Uh, maar ik denk dat je heel goed voor ogen moet houden... Uh, is het iets wat ik ook gekocht had als het volle map was geweest? Ja, ik denk dat dat en ik denk dat daarom sale ook het, het, het meeste werkt, dus omdat het allemaal van die producten die eigenlijk blijven liggen, mm -hmm. dat die dan ineens toch verko verkocht raken. Ik denk dat dat het meeste waarom sale er is, toch? Want de producten ja. die toch zichzelf verkopen, die verkopen zichzelf toch wel. Nou moet ik zeggen, ik vind altijd die outlet stores vind ik wel leuk om in te snuffelen. Ja, maar het is eigenlijk belachelijk dat we ze hebben, toch? Dat is eigenlijk gewoon uh, bedrijven die veel te veel inkopen. En ja, misschien soms. Maar niet hoe meer... groter een bedrijf wordt, hoe lastig het ook wordt om, om in te kopen, denk naar. Nee, Want met... iets kan toch totaal de plank misslaan En dan nee, zit toch... je met duizenden. Ja, dat kan wel eens een keer, maar dat kan niet in zoveel getalen natuurlijk. Je kan wel eens een keer plank misslaan Maar er zijn hier voor niks allemaal verschillende soorten. Uh, onderzoeken die uh, gedaan werden vroeger enzo. We hebben toch een video laatst zitten kijken, dat er tegenwoordig worden er elke twee weken, wordt er een nieuwe collectie vanuit Zara en vanuit Ja, dingen dat bedacht. is wel echt bizar. En zelfs uh, in, uh, bij uh, hoe heet het ook, bij Shein doen ze het elke 72 mm. uur nieuwe dingen toevoegen. <laughs> Vroeger was letterlijk vier collectie. nee twee collecties of vier collecties per jaar. Vier volgens vier, mij, hè? Ja, ook seizoen, ja ze, mij. seizoenscollecties. En dan deden ze er negen maanden over over die ja. collecties. En nu is het gewoon ja. binnen weken moet het geleverd worden. Ik kan me dat van vroeger ook nog wel herinneren dat je echt zat te wachten op inderdaad. Dan ging vaak de oude in de zeil en dan kwam de nieuwe seizoenscollectie kwam dan daarna ja. uit. Maar dat is ook logisch. Maar nu is het heel snel, heel snel elke keer zie je die grote ja. rode stickers weer op. Uh, ja. Opgeplakt worden. En dat het komt omdat er te veel gemaakt wordt. En mensen ook heel veel shit, omdat er niet over nagedacht wordt. Mm -hmm. Kijk, wij denken soms iets te veel na nou, over dat we iets gaan uh, uitbrengen. Andere bedrijven doen te weinig nadenken. En dan krijg je outletstoornissen. Ja, van. maar dat is een nieuwe tactiek, denk ik. Van ja. zoveel mogelijk eruit werpen en kijken wat... Uh, dat was toch Sarah, die gewoon dingen test. Ja. En kijken hoe social media ja, dat ook Ja, maar die deed het in kleine ja, bunches. Dat vind ik niet zo gek. En als het goed opgepakt wordt, dan gaan ze groot. Dat is een beetje hetzelfde als wat wij doen, toch? We doen kijken... Ik, ik druk 25 van iets bijvoorbeeld mm. om te kijken, werkt dit? En dan sta, zit ik misschien met twee... en die kan ik dan altijd nog naar een, een, een kledingbank of zo doneren... als ik het echt uh, zou willen bijvoorbeeld. Ja. ja, dat heb ik wel eens gedaan. Ja, ik kan me iets heel uh, leuks herinneren, inderdaad. Ja, we hebben een keer uh, een uh, misprint hebben naar de kringloop gebracht. Ja, ja. maar. Ook waarom ik dat zo leuk vond, is omdat die trui echt ziek goede kwaliteit ja, dat zijn. een hele zijn. dure kwaliteit, maar En we toen van, ja. even, even wat later gingen we weer eens langs die kringloop? Toen hingen ze daar echt eens voor drie euro. <laughs> ja. Toen dacht ik echt al, ze moeten eens weten wat voor kwaliteit ja, ze in handen hebben wil daar. Ik, toch, doe ik, ja. Het klinkt misschien raar, maar toch doe ik dat dan liever dan dat ik echt sale ga doen. Ja, maar die misprint, ja, ja dat is gewoon, sowieso. Je wilde gewoon ook iets, je wilde natuurlijk iets moois neerzetten, ja, en uh, uh, ja, dat dat uh, uiteindelijk is dat toch mooi. Dan is het, is er. Iemand die zijn er meerdere mensen, denken die uh, nu met een hele lekkere, goede kwaliteit trui. trui lopen voor uh, ja. een klein, zacht prijsje. Maar wat vinden we nou eigenlijk van Black Friday? Ik denk dat als ik er zo nog steeds over nadenk, heb ik het nog steeds. Nou, eigenlijk wil ik het, eigenlijk wil ik het gewoon boycotten, maar ik weet nog niet. Of ik het, boycotten voor zeg, mezelf, geen dat die gewoon al een lijst klaar heeft liggen voor wat hij allemaal wil gaan kopen met Black Friday. Ja, volgens mij heb jij zelfs de wekker gezet om vier uur om er vroeg bij te zijn. Ja, maar, ja, maar ergens in mijn hoofd zou ik het willen boycotten, maar aan de andere kant weet ik niet of ik de, of ik de verleiding kan weerstaan. En dat, is gewoon het eerlijke, dat is gewoon eerlijk. Ja, dat is heel eerlijk. Ja, ik vind het gewoon wel grappig om te zien dat, uh, dat naarmate je, je steeds meer ja, ervaring opdoet met miskopen, dat je leert van: ik wil, moet het echt in de volle map willen kopen. Ja. En als ik dan toevallig zie, hé, hey, is opeens in de zil. Ja, dan kan je het wel doen. Dat is waar. Nou, schat, ik had niet verwacht dat we hier 22 minuten over konden lullen. Om mm. een klein onderwerpje pakken. Kijk of, 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 of een klein onderwerpje eruit kunnen vissen. Ja, ja, het hele grote onderwerp. Kijk of ze klein kunnen verpakken. Ah, dat is op zich is voor mij een heel klein onderwerpje. Ergernissen in het huishouden. Hoezo zat voor jou, klein-ergen hier nooit ergens aan? Nou ja, genoeg, maar uh, vooral aan jou. Maar nee, uh, hoezo heb je deze opgeschreven? Dat vind ik wel nou ja, We hadden laatst een uh, hele nou, is dat aparte ah, situatie die ik, ik even wilde man. bespreken. Ja, dat was gisteren ja. nog hoor? Dat was laatst. Het dat was, dat was niet laatst. Het is laatst, toch? Wat is de definitie van laatst? Ja, vraag, vraag me soms ook af: wat is laatst? Is laatst, laatst wat er gebeurd is. Dat een, kan het een uur geleden ook zijn? Want laatst klinkt alsof het. Ja, een... Dat vind ik allemaal weer te kort. Ja, oké, okay, nou goed. Maar goed, we hadden een laatste situatie. Ja, Nou ja, ik zal even kort, kort want het mag nog maar kort. Gilène heeft een bloedhondneus. Ik heb mijn reukorgaan uh, is gewoon zeer goed ontwikkeld. Als in. Um, Ze ruiken alles. Ik ruik gewoon. Ja, als, als Freek naar de kattenbak ga, gaat, ik ruik het al. Dat is echt bizar, hè? Dus dan zitten we op de gelijk, bank. Gelijk, als even de dolletje de gids geraakt. Sinds kort zitten Expeditie Robinson te kijken. Zitten we Expeditie en hoor, hoor ik niks. Niek, niet gezien dat Freek überhaupt weg is gelopen. En dan hoor ik ineens, voor mij heeft Freek gepompt. En dan denk ik echt van, oké, okay, zal vast, ik <laughs> ruik niks. En, voor, en nou, ik denk ik, nou, dan loop ik wel even naar de kattenbak toe. En letterlijk heeft hij dan net gepoept. Ik vind het echt bizar. En terwijl, het staat echt drie, drie deuren verder, 26 ruimtes... Uh, ja, ik, heb echt, ik weet niet hoe dat gekomen is, want ik heb ook, uh, nou ja, volgens mij ben ik ooit op mijn neus laten vallen. Uh, ja, toen of, toen super... Er, iets, er toen is, je, is iets toen op mijn neus je gevallen. Heb je gekregen. En toen is die ook scheef gaan groeien. <laughs> en ik, ik heb er eigenlijk maar één goed, echt goed neus gehad. Maar ja, dat, ik weet niet, dat stopt dat gewoon niet. Dat ik bizarre. ruik gewoon alles. Echt een uh, bloedhond ja nou ja goed maakt het niet uit het heeft de voordelen en zijn nadelen uh, tot nu zo maar goed uh, ik denk dat ongeveer twee weken kan ik over een tijdperiode nee, van twee schat, weken praten het, nee het was nee het was vorige week het is nog geen week geleden Nee, wel echt twee weken dat ik het een beetje muffig vond ruiken in huis dat is niet dat alleen geweest dan kwamen we binnen en dan vond ik het een beetje muffig ruiken ik denk wat is dat nou is nou daar was die niet snel genoeg droog omdat het winter wordt of maak niet goed genoeg schoon of nou ja dat de eerste uh, dat tweede dat eerste kan <laughs> inderdaad heel goed. Schoonmaken doe ik gewoon gemiddeld denk ik. Ja. Ik ben niet zo'n overdreven schoonmakerster, maar ik hou het best netjes bij. Je houdt het netjes bij. Maar behalve moet je niet naar de wc en. De, en de wc de doe ik wel, maar de, de badkamer die we ik schoon te maken. Ja, Dus die heb ik de laatste keer schoongemaakt. Ik, toen ik voor het eerst op mezelf ging, toen zei ik tegen mijn moeder van: oh, ik dacht dat de badkamer zichzelf schoonmaakte. Nee, dat heb je niet gezegd. Ja, ik denk, ja, dat douche je niet. Nee, in? dat heb je niet gezegd, <laughs> toch? Heb je dat echt gezegd? Ja, maar bij ons thuis was alles altijd spikken en spannen. Ja, moeder deed gek. alles. Maar ik, dat had je niet door. Dus je dacht je van, oh, dat, dat het gebeurt met gewoon. Een, met, een, met een tandenborstel zat ze nog. Uh, de... nou, onder Dat ja. Ja, geloof ik direct. Ja, dat was zo uh, schoon uh, schoonmaken gevraagd. Maar... Uh, uh, dus ik vond het een beetje muffig ruiken. Elke keer als we dan weer een tijd weg waren geweest, zei ik tegen Halme, ja, ik vind het toch dat we wat aan moeten gaan doen, want dan uh, moeten we maar vaker die ramen openen of uh, toch iets neerleggen, want het begint muffig te ruiken hier. Maar ja, hmm. misschien vreekt dan, weet je. En toen was het twee dagen geleden. Ja. Toen kwam er elke keer een, een walm van, ja, een soort rottende vislucht voorbij. Ja, ik moet zeggen, ik durf niet, toe ik wil het niet toegeven, maar het is wel zo. Ja, en en dan, nou ik sta dan zo richting de keuken, richting de gang. Elke keer zo'n walm aanvis vis voorbij. Ja, het was een soort van strook. Want het was, het was eigenlijk tussen onze afzuigkap en de afzuiging in. Beetje afzuiging tussen onze, waar de, ja. de kast staat. Ja, ja. Echt als je de deur binnen kwam lopen, dan was het even een heel klein walmpje van... Uh, rotte vis. Ja, maar, ja, rotte vis, inderdaad. Ja. Dus ik, uh, ik, nou, ik heb de hele keuken nog uitgeruimd en opgeruimd Je nog, uh, nog, nog bij zichzelf afvragen: ben ik nu omgesteld? Ja, je hebt het nog gezegd, ik was net letterlijk. omgesteld geweest. Ja, ik denk dat kan, dat kan ik niet. Ja, je, hebt rotte, nog naar, je hebt zelf rotte vis. Je zelf naar je onderbroek staan <laughs> kijken. In. Dat was een grapje. Ja, Jij denkt echt dat die grote smerige, visbalm. Dat ik dat. Het dat... <laughs> wel echt. Maar het was heel raar, want het was echt. Het was echt je moest, als je hier stond, dan rook je het. Als je hier stond, dan rook je het niet. Dat is heel raar. En, en ik werd gewoon helemaal. Ja, ik kan gewoon niet rusten voordat ik dan weet waar zo'n lucht vandaan komt. Chat GPT open gegooid. Ja, en toen, Chat uh, die praat altijd met me mee. Dan zegt hij van ja, ja, zou goed kunnen. En op een gegeven moment ben ik aan alle stopcontacten gaan ruiken. Omdat mensen online op Reddit volgens mij zeiden omdat het te maken kan hebben met dat er iets van bedrading aan het uh, doorbranden ja, is. Uh, of uh, ook vloerverwarming, zei je. Mensen uh, zeiden van ja, dan ruikt mijn hele kamer rook naar vis. En toen kwam ik erachter dat het een stopcontact was of doorgebrand, iets dergelijks. Maar goed. Nou, ik helemaal angstig. Ik denk, ze ontploft die flat of zo. En ik heel de hele tijd zeg, van joh, uh, het zal iets zijn, maak tijd. thuis. Nou, op volgende dag. Volgende dag. Oh, ik dacht nog de afzuiging omdat wij een mechanische afzuiging of ja. uh, hebben. En dat zit aan elkaar vast. Dus als iemand een keer iets met vis hebt gedaan. Dat het misschien de afzuiging is gekregen. Ja, jij had onlangs iets met vis gemaakt ook. Ja, ik dacht. Ik nou ja. dacht misschien is er iets blijven hangen. Maar het was zo'n doordringende geur. Dat ik echt dacht: van nou, ik wil nooit meer iemand uitnodigen. Als dit nu ons huis gaat zijn. Want ja, dus raar het schaam me echt zo je erg. Ik nooit iemand uitnodigen. Dus dat maakt niet zoveel uit. alsof ik. Uh, ja, en weet je veel, mijn, uh, ja, ik wilde even heel iets heel goors zeggen. Wel, wat wel? Ja, ik gebruik geen tampons meer. Alsof ik ze maanden aan het opsparen was ergens. Ugh. Zo rook het. Echt zo goor. Ja, het rook wel echt, uh, ja. Ja, maar uh, um, de volgende dag was het. En uh, toen op een gegeven moment rond een uurtje of vier kwamen we weer thuis, geloof ik. Of drie was het. Ja. En toen werd ik weer getijsterd door die walm. Yeah. En helemaal, je gaat toch gelijk in paniekmodus. Ik zat er met hoe grote op, ogen op de bank, zo voor de, me uit te staren. Ik denk, wat moet ik nou? Hoe ik op de snelweg zat van de week, <laughs> zo zit jij dan thuis. <laughs> ja. <laughs> dat is echt zo, hè? Ja. Ja, ja. En toen zat jij me aan te kijken. Toen zei je: Nou, dan zie ik het alweer. Dan ga je hier even helemaal op focussen. Laat het nou los. Dat gaat heus wel verdwijnen. Heus wel. Zo zei ik het in eerste instantie niet, maar op een gegeven moment wel. Ja, ja en toen, toen zei ik: Ja, maar schat, echt, Hoe kan dat nou? Zo zei ze het niet. Ze zei het heel hysterisch. Helemaal in de war. Nou, dit dan, maar dan heel hysterisch. Als je zo vriendelijk tegen mij zegt, dan kan ik er wel goed mee omgaan. Maar jij en gaat toen dan gelijk ging jij even met omhoor. je neusje ging je even ook ruiken. Toen zei Oh ja, ja, ik, ruik wel, ja het, ik ruik wel iets. Het, ruik het rare is, iets. het was echt. In een strook. Het was heel raar, want daar nou ja. rook je het niet en daar rook je het wel. Het volks, ja, ik, ik had het al niet. bakjes met soda en bakjes met azijn neergezet. Ik was er helemaal voor aan het bereiden op, uh, nou ja, gewoon de ergste uh, week van mijn leven. Mm. Misschien wel een maand. Mm. En uh, toen ging jij met je neusje door het huis. Ja, ik ruik wel iets, ruik wel iets. En toen zei je, ja, het lijkt ook een beetje hier vandaan te komen. En dat was dan bij de afzuiger in de. In de Keuken. dus ja, ik een stoel gepakt op het aanrecht geklommen en toen rook ik die walm die kwam uit die afzuiger Dus ik zeg schat het is de afzuiging misschien is er iets doorgebrand in die afzuiger ja. Toen Echt? bleek het dus zo te zijn dat Freek gewoon in die afzuiging was geklommen... Ja, en een visje had We hadden hem al gewoon twee weken niet gezien, Ik. Stel <laughs> <laughs> je voor. Hij had een visje daar neergelegd. Dus ja. op die afzuigers staan allemaal van die uienpotten. Dat vind ik allemaal geinig staan. Dus ik die eraf aan halen, denk, ik, ik ga die hele afzuiging uit elkaar uh, schroeven en schoonmaken. Uh, ik neem je eerst even een jaar mee terug de tijd in. Ik had toen het idee opgevat... <laughs> Ik had het idee opgevat om ja. zelf een zuurdesem ja. te gaan maken. Een zuurdesem starter. Ja. Nou, dat is me drie keer ge heb ik geprobeerd. En de laatste poging was denk ik drie maanden geleden. Mm -hmm. Go. <laughs> drie maanden geleden. Maar hoe vaak heb je die zuurdesem starter? <laughs> hoe vaak ben je daar wel niet aan begonnen? Drie keer ja. denk ik ondertussen. Ja, vier keer. De, de vier, de, volgens mij was het de, de tweede keer dat hij uit het potje gekropen was zelf. Ja. Toen zei hij van, alsjeblieft, voet me. Ik trek het niet <laughs> meer. Ik kwam niet eenmaal zo gekropen naar de woonkamer. Kom, kom. Ja, weet je nog dat we wakker werden en dat het ding helemaal ontploft was? Ja, okay. dat is echt gevaarlijk, hè? Ja. Dat kan dus echt ontploffen gewoon. Ja, ja, ja. Nou ja, dat is de derde keer. nou De vierde keer hebben we hier die starter gemaakt. Die gingen deze keer echt voor... Maar op een gegeven moment, ik haal dus al die eierpotten ervan af. Nou, weet je wat het probleem is? Ik vergeet hem gewoon. Dus En ik zeg, oh schat, uh, dat vieze potje van je moet je er even afpakken. Nou, er, aan, zat, ja, er zaten dus ook zwarte stukjes in en zo, zag nee, ik. Het, was een beetje, uh, uh, het was een beetje de kleur van mijn... Uh, van mijn uh, de, de bovenste laag was een beetje ja. deze kleur geworden van mijn bordeaux Dat is heel apart. Trui. Dus hij pakt die pot en die wil hij vervolgens gelijk natuurlijk uh, uh, ja, weg gaan gooien. Nee, helemaal niet. Ik wilde hem eigenlijk gaan schoonmaken. Oh, schoonmaken. Ja. En je opent die pot. Zo, daar kwam een lucht uit, dat was niet normaal. Dus ik denk: jeetje, toen reliekte hij haar ook. Toen zei je: dat is het! Dat, was... dat, dat is het! het! <laughs> Ja, dat ding moest gelijk weg. Zo, maar hoe kan dat zo stinken? Ja, dat is wel heel heftig. Maar ja, het heeft er drie maanden gestaan. Ik heb het denk ik twee weken gevoed en toen ben ik het echt, ja, ik ben het gewoon vergeten. Ja, eerlijk is eerlijk, ik ben het gewoon vergeten. Weet je dat ik die pot zo vaak heb zien staan? En ik dacht van, nou ja, dat zal dan wel zo gaan of zo. Ja. Nee, nee, nee het moet ik eigenlijk het heel goed gevoed worden. heb Op een gegeven moment moet ik het in de koelkast zetten. Maar ik denk dat ik het in de koelkast moet gaan zetten, want ik denk dat het dan niet. Nou, het hoeft nee. van mij niet meer. Nee, dat kan gaat. Ga je niet gewoon surtiseer hem starter op het balkon gaan maken of zo? Want dit is echt. Nee, dat ruik je niet. Nee, dat moet sowieso op, uh, moet te warm moet warm ja, dat eigenlijk. snap ik ja. Nou ja. Dan zet je daar maar een kacheltje neer op elektriciteit of zo. <laughs> het bleek dus uiteindelijk de zuur te zijn. Maar dat is toch intens? Ja. Intense, intense geur ja, dat schat. Was echt, uh, echte Ik was bus. echt serieus oprecht af gaan vragen: ligt er dan een dood dier of zo uh, tussen de nee, lagen? Nou ja, op lage. zich. Het is, het is een levend organisme en een, uh, mm -hmm. een zuur Dus ja, er lag een het soort was van. Echt dood dier. een zwaar verwaarloosde zuur lag, lag daar in het potje. Klinkt eigenlijk bijna als een soort van film, toch? Uh, het verwaarloosde zuurdesemstarter. Of de. Nee? Het verwaarloosde... De zuurdesemstarter is het toch? Het ver, de verwaarloosde zuurdesemstarter potje. Nee, het is toch het potje? Het ja, is dat toch... het potje. Het, 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 het starter. Het ver... starter. Uit. Er zat iets leuks in, maar je hebt het alweer doodgemaakt. Van, ja, um, ik, heb, um, ik heb er. Uh, ja, echt een Eureka-moment was dat voor mij. Dat was echt gewoon magischer dan het vinden van geld op straat. Nou, sorry. dat vind ik echt ja. Het ligt er een beetje aan hoeveel. Als het een ton is, gewoon 1000 euro of zo. Nee, maar da dat is niet waar. Ja, echt waar. Ik, denk, ik weet zeker dat jij meer. In dat moment momenten... was voor mij gewoon echt. Dat ik dacht: My god, weet je wat het ook nog eens was? Ik was gewoon in de war van die muffe huis. Ik denk: gaan we dit nou weer krijgen? Want we hebben natuurlijk heel lang in dat oude stinkenhuis gewoond. Hmm. En daar rook het altijd muff, omdat het gewoon schimmelig was. Ja. Uh, maar als ik dan volgens naar de slaapkamer ging, dan rook het zo heerlijk fris daar. Ik Denk, oh, waarom kan het hier zo lekker ruiken, maar richting de woonkamer stinkt het gewoon. Ja, dat was dus al gewoon twee weken lang het smerige potje wat aan het uh, roken was of weet ik van wat die ja, aan het doen wilde was. wilde gewoon, die, die wilde. Nou. <laughs> die was helemaal zijn eigen leven aan het leiden daar in dat potje. Ja, of heb jij gewoon allemaal tampons erin gewerpt? Dat die sure starter, Je hebt hem toch gezien, dat was een heel klein laagje. Ja, dat was bizar. Ja, het was echt, nee, echt, jongens. zuurdeesm sure laat hem niet te lang uh, starten. <laughs> want op een <laughs> gegeven moment uh, slaat hij af en dan uh, wordt het rotte vis. Ja, het is heel ongekend. Ja, en toen heb ik nog even aan ChatGPT de oplossing uh, gestuurd. Van ja, het bleek de zuurdeesm sure van mijn fan te zijn. Toen zei hij: Dank je wel. Toen to zei hij van ja, dat kan inderdaad heel erg meuren en dan moet je ook mee oppassen. Want? Ja, dat kan ontploffen. Ja, nee, dat is alleen als je hem niet openhoudt. Ik doe hem niet dichtdraaien. Mm, vandaar dat het overal zo stonk. Precies. Snackje van de week. Sorry. Even casual naar nou, zo'n smerig verhaal. Het snackje van de week is iets wat we net opgegeten hebben. Moet dat je daar zo lang over uh, nadenken? Magisch. Nee, ja, ik moest, eventjes het, moest even weer laten bezinken dat ik dat net opgegeten heb. Naast de starter. het broodje starter. dat was voor je de, de combinatie een beetje heftig. Twee voor dat ik het op zou moeten eten, hè, die starter, Zo, so, nou serieus. Dat is echt, dat is een, een proef, eet... dat is erger nee, maar dan, dat is, die, dan die. Dan ga je gewoon kotsen. Ja, het is heel vies. Hè? Ja, het is heel vies. Uh, nee, maar we hebben dus uh, sinds kort uh, waren we op zoek naar een lekker broodje en we, we, we zagen al een tijdje. Sinds <laughs> kort. Toen zagen ze zagen we al een tijdje bij onze slager in de buurt dat ze daar wel goede broodjes hadden. Of tenminste, nee, mensen waren er wel enthousiast over, want het stond altijd, was altijd druk als we er langs liepen rond dit uh, tijdstip, Rond etenstijdstip. tijdstip. Toen dachten we, gaan we eens een keer proberen. Nou, echt serieus? Ja, ik denk dat slagers echt wel een van de beste zijn in het maken van broodjes, denk je niet? Want alles ik zo vers wel, ja. is. Ja, omdat ze het zo vers kunnen afsnijden ja. het van het vlees en zo. Ja, moet je niet vegetarisch uh, eten natuurlijk. Nee, maar ja, ze hebben vast ook al een vegan hammetje liggen toch? Gewoon van klei Vegetari of zo. Vegetariërs eten niet vegan, toch? Want dat zijn weer vegans. Wat moet er in die ham gestopt worden voor jou dat het dan vegetarisch is in plaats van vegan? Een berg eieren of zo? Ja, bijvoorbeeld. Kennen ze net zo goed een eitje erop leggen? Nou ja, dat zou ook kunnen, ja. <lacht> ja. <lacht> Ik weet niet waar we heen gaan. Maar goed, we hebben dus een ze hebben daar de broodjes. Ze hebben daar allemaal bakken met allemaal verse ingrediënten ook en zo liggen. Mm -hmm. Sla en al dat soort dingen. Nou, we hebben allebei vandaag de pinop. <laughs> De, pie. De pie. En dat is een broodje belegd met uh, roomkaas, rauwe ham, uh, sla. Uh, en alles royaal. Hè? Het is niet dat je denkt van, oké, okay, ik krijg een heel klein beetje uh, handen nou, erop. Of ik krijg een heel klein beetje mm. pijmopitten. Nee, het is echt gewoon royaal erop gekomen. Die pijmopitten denk je echt van, daar gaat het zakje van 7 euro totaal op. Ja? Dat is echt bizar hoeveel ja, daarop echt gegooid is. Ja, inderdaad. Ja. Eh, lekker gezond tomaatjes. En uh, nog een klein beetje honing erop. Ja, als ik het zo uh, vertel, dan denk ik echt van, ja, met honing erbij, een rare combinatie. Maar nee, dat is lekker. Het is mijn oude kaas heel lekker. Ik zag trouwens wat, kijk, het was niet echt de honing die erop ging. Wat was het dan? Ja, het is zo'n uh, zo suikerding. Oh. Ja, dat proef je ook, want het Vindelijk is niet echt jammer. Dat is het enige wat ik een beetje jammer vind. Maar alsnog, Jean. Jean Scholte. Scholte in Leiden. Ja, je hebt er niet zoveel aan als je in de buurt woont. Ja, maar het je wilt daar ook, ook niet heen. Dat is zo'n depressieve plek. Het is wel een depressieve plek, ja. maar laten we eerlijk zijn. Als je, ben, als je in de buurt woont, of ergens in de buurt bent en je denkt, ik wil een lekker broodje, je kan er niet zitten, maar om mee te nemen is het echt. Ja, maar je kan lekker aan de sluis gaan zitten, toch? Ja, met dit weer. Zo lekker. Uh, ik wil nog wat zeggen. Ja, uh, ah, ik vind eigenlijk dat je niet moet kijken naar hoe het bereid wordt, schat. Huh? Dat je nu zo zegt, het is geen echte honing. Wat ik dus altijd bewust toe, toevallig. ik kijk dus altijd weg. Want als ik ergens op afknap, bijvoorbeeld dat iemand, uh, laten we zeggen, even zijn neus afveegt tussen de broodje doorsen, ja. dan wil ik het al niet meer. Had je gezien dat ze heel veel aan het broodje zat? Nee, maar ik zag er wel één die was een neus aan het snuiten naast die andere die het broodje aan het maken was. Oeh, oké, okay, nou, geen reclame. Het is eigenlijk heel erg dat ik dat nu doe, hè? Dat ja, ik dat nu zo dat ik dat zo zo'n kakken zet. Ja, dat is lullig. Ja, maar ik bedoel dat niet, het was gewoon op een frisse manier, weet je, weet een neus gesnoten. niet vies. Ah, uh, oké. Okay. Maar het was meer dat soort dingen. Je moet eigenlijk gewoon een beetje wegkijken als iemand het broodje maakt. Vind nou, ik. Nou, vind ik niet. Ik vind ze <laughs> het... Nee, ik hou er wel van als iemand gewoon lekker een broodje staat te smeren. Weet je ik ooit gezien dat iemand echt vol in zijn beeld aan het grijen was? Ja. Yeah. Uh, bij een tent. Uh, ja, ik. Uh, stond... En vervolgens dat thesafeerde. Het was met een, uh, met een uh, meisje van uh, de middelbare school, ging ik daar iets een halen. Meisje, ja. Een meisje. Ja, ik wilde daar niks, want ik vond het niet lekker. Uh, maar die was dus dat aan het maken en die greep vol in zijn In zijn Ja. Okay. ja die die gaan grijden, grijden. roken. misschien dat hij nog een handschoentje aan had, ik weet het niet het ging die weer aan, die, aan dat broodje zitten ja oh, dat is wel ja officiant. ja ik dacht wel van dat is wel mensen hebben we dat denk ik ook niet door hoor ik weet nee dat daarom moet anders. je wegkijken, want anders wil je het gewoon niet meer nee dat snap ik wel, als je ja. echt gaat beseffen wat vooral die plastic handschoentjes die overal aan zitten schijnt het niet per se hygiënischer te zijn nee juist zijn, niet hè, hè? Nee. nee nee juist niet Nee, de mensen je... altijd zeggen van ja, als je geen plastic handschoentjes straat is het smerig. Nee, dat is juist raar, want er gaan juist meer bacteriën op die handschoenen mm. zitten. Als je die heel de hele tijd gebruikt, dan ja. moet je letterlijk elke keer opnieuw een nieuw handschoentje ja. pakken. Maar ja, of handen veel hygiënischer zijn, ja, ik vraag het me af. Maar misschien dat mensen wel sneller geneigd zijn om die nog even te wassen. Ja, ik denk dat het allemaal wel meevalt en dat we zo wel bacteriën binnen kunnen krijgen. Ik ben daar ook zelf niet zo heel vies van hoor, maar ik hoef niet direct te zien dat iemand is... Hè. Ari grijt en dan vervolgens aan je broodje zit dat dan nee nee je. Mocht je nog wat toe te voegen hebben, laat het vooral weten. Als je nog denkt van nou heb wel een leuk ineentje voor een rubriekje, mag je dan ook laten weten. Kan dan ook gewoon verstaanbaar gemaakt worden. Nee. Oh man oh man. Nee, hoe ben je, oh man nee, man.